Hallo Steenbok, ik ben Roxanne Kouwenhoven en ik heet je van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Astrologie voor jou van voorjou.nl. Ben je al een beetje benieuwd wat er voor jou in de sterren staat, Steenbok? Kijk dan maar met me mee, want ik ga het je nu vertellen. Je neigt er nogal toe om in het verleden te blijven hangen. De dingen die we in het verleden hebben meegemaakt, hebben ons gemaakt tot wie we nu zijn. Probeer het verleden achter je te laten en richt je op de toekomst. En maak nu vooral niet weer dezelfde fouten die je toen hebt gemaakt. Dat komt overigens goed uit, want het zou wel eens kunnen zijn dat je een voormalige geliefde tegen kunt komen. Niet blijven staan, maar doorlopen. Er komt niets dan ellende van. Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan vriendschap, genegenheid en liefde. En jij helemaal. Deze maand is daar uitermate geschikt voor. Geniet van alles dat je deze maand te bieden heeft. Het mooie weer, de warme avonden, de terrasjes en de mensen die je ontmoet. En denk erom, dan bedoel ik dus niet die ex. Een nieuwe liefde zou best wel eens tot de mogelijkheden kunnen behoren. Deze maand is trouwens uitermate geschikt om je wensen en doelen te verwezenlijken. Doe het niet te impulsief, maar ga rustig en gecoördineerd te werk. Denk je erover om een huis te kopen? Deze maand zou ook heel geschikt daarvoor kunnen zijn. Ook hier geldt, denk na en vooral rustig blijven. Je wilt tenslotte geen miskoop doen, toch? En alsof het nog niet allemaal genoeg is, wil ik je ook nog even op het hart drukken om eens wat tijd aan je fysieke gesteldheid te besteden. Haal je sportkleding uit de mottenballen en ga weer wat meer bewegen. Die stijve spieren van je zullen je er heel dankbaar voor zijn. En het is toch lekker zonder hartkloppingen en zonder hijgen de trap op te komen? Je ziet wel, je kunt deze maand je lol op. Maak er iets van, Steenbok, en ik zie je volgende maand graag weer terug bij voorjou.nl.